Ik sta hier met Joris van Meel van Beauvais, mijzelf. En hij gaat hier waarschijnlijk iets over vertellen. Joris, waarom is het steeds belangrijker dat iedereen online en offline dichter bij elkaar brengt? Ook voor de autobedrijven. Nou, misschien wel juist voor de autobedrijven, denk ik. Ik denk dat online, dat is een nieuwe wereld. Vroeger ontmoette je elkaar alleen offline. Moest je echt naar de garage toe of voor je reparaties. Nu kun je ook buiten die contactmomenten contact hebben met je potentiële klanten. Of misschien wel met je klanten. Zodra je waarde toevoegt en mensen jou kunnen vinden wanneer zij een probleem hebben. Dan stijg je in hun achting. Dan lever je bewijs dat je goed bent. En dan bouw je ook echt een relatie op met die mensen. Dat doe je al offline. Dat deed je al offline. Dat kun je nou ook online doen. Kan beginnen bij informeren. Maar als je dat doet vanuit een garagebedrijf, dan weten mensen je ook te vinden op het moment dat jij een vraag hebt. Ja. Dus wanneer ja. die klant dan een vraag heeft, dan weet hij, hey, die kan ik bereiken. Ik hoef hem maar een mailtje te sturen, ik hoef hem maar even te bellen. Want zijn online. Ze zijn online, ja. maar ook, ik weet, ze staan voor mij klaar. Dat is het belangrijkste. Dat betekent niet dat je altijd online hoeft te zijn. Dat betekent wel dat je een relatie met een klant ophoudt. Offline contact, het echte contact zal nooit verloren gaan. Nee. Online contact zorgt er alleen voor dat je nog beter offline contact kunt krijgen. Er is geen online contact met mijn garagehouder, dus die zal ik daar eens even van op de hoogte brengen. Dat hij ook daar stappen in moet maken. Daar zitten we, hè? Daar zit hij.